Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 22 september. Er zijn vrij veel hoge wolkensluiers aanwezig boven Nederland, maar de zon komt er vaak toch goed doorheen en het is al met al zeer rustig op deze laatste zomerdag, want vanmiddag om 16.21 uur 21 begint de herfst. Er zat weinig wind en de temperaturen die liggen zo rond de 20 tot 22 graden vanmiddag. Vanavond is er ook vrij veel hoge bewolking aanwezig en blijft het rustig. De wind valt zelfs wat weg. Temperaturen liggen rond zonsondergang zo rond de 16-17 graden. Vannacht daalt het kwik nog een klein beetje en wordt het zo'n 8 tot 14 graden. Mogelijk dat er in het noordwestelijk deel van het land een enkele bui gaat vallen. En ook morgenochtend kunnen er in het noorden van het land een paar buien vallen. Maar buiten de buien om, en het zijn er niet veel hoor, zijn er flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 21 graden en er staat een matige wind uit westelijke richtingen. Het weekeinde ziet er prima uit. Zaterdag dat wordt een echte nazomerdag met temperaturen die oplopen naar zo'n 22 tot misschien wel 24 graden op een enkele plek. Er zijn flinke zonnige perioden. In het westen zijn er wel wat hoge wolkenvelden. En zondag begint ook prima met flink wat zon, maar in de loop van de dag neemt wel vanuit het westen de wolking toe en gaan er een paar buien vallen. Voor de buien uit wordt het evengoed zo'n 21 tot 23 graden. Maandag blijft het weer op de meeste plaatsen droog, maar wordt het minder warm. De temperatuur ligt dan tussen de 18 en de 19 graden. En na maandag zien we duidelijk wat minder hoge temperaturen, maar wel temperaturen die heel normaal zijn voor de tijd van het jaar. Overdag wordt het zo'n 17 tot 18 graden en het wordt ook wat wisselvalliger vanaf dinsdag. Er kan zo af en toe eens wat regen vallen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.